Skiliers aan en gaan. Kilian uit het Drentse dorp Tweede Exormond neemt ze iedere schooldag mee. Op de terugweg gaat er namelijk geen bus meer naar zijn dorp. Dus skilert hij dat laatste stuk. Een spoorlijn tussen Emmen en Groningen zou een uitkomst kunnen bieden. Het kost zo ongeveer iedere dag tussen de 2 en 3 uur heen en tussen de 2 en 3 uur terug. Ik denk dat het mij waarschijnlijk 2 uur op een dag gaat schelen om bij Sijnen te komen met de Neder-Saxenij. De realisatie van die lijn ligt echter nog ver weg. Kilian nam het initiatief actie te voeren samen met partijgenoten. Ja, op dit moment als je op station Emmen aankomt, dan heb je maar één mogelijkheid. Je komt naar de trein uit Zwolle. En daar houdt het spoor gewoon op. Nou, als we die spoorlijn doortrekken, hier naar Stadskanaal, kunnen we ook uiteindelijk door naar Groningen. Maar we kunnen ook door naar Enschede, naar het zuiden toe. En ook via Coevorden, dus zelfs Duitsland in. Dus dat zou voor de Emmen, als je daar dan op het station staat, enorm veel mogelijkheden geven om ja, welke kant dan ook op te reizen. Het tekortschieten van het huidige openbaar vervoer heeft voor studenten, waaronder Kilian, veel gevolgen. Je gaat bijvoorbeeld minder snel uit met klasgenoten, maar ook sommige schooluitjes en werk. Dat ik dan niet kan gaan noemen dat de reis gewoon te ver is en te lang is. Ook Tweede Kamerlid Stineke van der Graaf was aanwezig bij de protestwandeling. Het maakt uit voor kinderen om kansen op school te krijgen, dat je het onderwijs kunt volgen van jouw keuze. Dus dat draagt bij ook aan kansengelijkheid. En daarom zet de ChristenUnie zich in voor de komst van de Neder-Saxe lijn. Ik zelf mocht dat ook doen in de Tweede Kamer in Den Haag. Zo hebben we ervoor gezorgd dat daar de eerste stappen echt gezet gaan worden. Ik zelf zou in mijn studiejaren de Neder-Saxe lijn niet meer kunnen gebruiken. Maar ik heb een neefje wonen in Gastenijf in Zeemond. En ik hoop als dit neefje wil studeren dat hij op de trein kan stappen, waarschijnlijk vanuit Stadskanaal, naar Groningen kan gaan en ook uit kan gaan, schooluitjes heeft. En daar zet ik mij voor in. Nou, mensen waren heel erg verrast toen ik vertelde dat jij degene bent die dan op pad gaat met skiers in je rugzak. Omdat je er niet zeker weet of je s'avonds op tijd nog thuis kunt komen. Dat verhaal dat breng ik ook heel graag verder. Want dat laat gewoon echt zien hoe belangrijk het is dat je gewoon investeert in het openbaar vervoer. Juist in die regio's. De spoorlijn ligt er niet 1, 2, 3. Dus voorlopig blijft Kilian aangewezen op zijn skiers.